mega lammetjesbevalling op het punt van beginnen. Gisteren was hij al overal landelijk nieuws. Schapenboer Herman van Assen uit Zwolle. En nu kijkt hij nog vrolijk. Maar hoe zat het ook alweer met deze man? Hij zette laatst twee rammen bij zijn schapen. Eén vruchtbare en één gecastreerde om die andere een beetje op te jutten. Zo werkt dat in die wereld. En hij mikte op ongeveer 350 lammetjes dit jaar. Alleen, die onvruchtbare ram, Hans, blijkt nu helemaal niet onvruchtbaar te zijn. En dat betekent dat van Assen straks ineens met 500 lammetjes zit. Na 4 weken dan nodigen we iemand uit, die doet echoscopie met de dieren. En die man die gaat langs, drachtig. En dat kon niet, want die dekram was eruit. Die gesteriliseerde ram, die is niet goed gegaan. Waarschijnlijk hebben we de verkeerde afslag genomen. De verkeerde zaadleiding, zeg maar, weggesneden. Ja, en, dus het gesteriliseerde dier bleek niet gesteriliseerd? Juist. Ja. Dus ze hebben allebei flink hun best gedaan. Een foutje, bedankt zeg maar. Hè. Dit is mannenwereld. Hengstenbal. Dit is die papa. Hans. Maar het is natuurlijk, schaapjes op de wereld zetten is echt een super mooi iets. Een nieuw leven is het mooiste wat er is. En er zijn heel veel meiden die hier bij ons werken, die graag willen helpen hiermee. Die vinden het mooi om te doen, dus... dat komt wel door. Gelukkig heeft hij een handje hulp, want Van Assen gaat een heel drukke kerst tegemoet. Want die massabevalling in Zwolle kan elk moment beginnen. Mocht je daar nou een kijkje willen nemen, niet dat de boer tijd voor je heeft. Maar je vindt zijn boerderij, de Vreugdehoeve, aan de Zalkerveerweg nummer 20 in Zwolle dus.